Issam, die als Sammy dus, zo zegt en heeft gedaan, allee, zo. Ja, ja. En dat was zijn idee van niet anale seks te moeten zeggen. Hey, ik ben Idalie. Ik ben Jill. Ik ben Emma. Roman. En wij bekijken samen enkele fragmenten van het nieuwe seizoen van Dertigers. Remember, it's just you and me. Ik heb bij mijn auditie 2 jaar terug heel stoer gezegd: als je in Antwerpen kunt fietsen, dan kun je overal fietsen. Maar op een koersfiets zitten, dat is toch echt iets anders, hoor. Maar ik snap het ook, want je bent met 5 nogal dicht op elkaar en is een auto is ook wel vaak toch redelijk eng. Ja. Dus je zit er redelijk dicht op en je moet een beetje doorfietsen, anders werkt dat gewoon. En zie je soms zowel ergens in de hoek van een shot iemand zo... zo daar, dat is wel geest. Ook we hebben nu, ons tweede seizoen, wel weer zoveel chance gehad met de weerhoek. Jullie hadden nooit tegenwind dan? Amai, nog jawel, niet. Jawel, tuurlijk wel. Oh, vreselijk. Ja. Wat dat wel is, je zit er dan wel zo dicht op dat je echt stof zit te happen van die vliegen. Oh. Een vliegen dat ik al uitgespuwd heb. Op het einde is zo een korst op heel je lijf, zo van zonnecrème, stof en smerk op je gezicht. Echt, I love it. Maar Liek, die heeft wel echt die heeft last van hooikoorts. Ja, tegen en zo'n die warme dagen met de pollen, dat was wel echt heel heftig. Ja. Met die fietsdagen, dat is echt maf. Wel, vind ik zo bij het fietsen, voor vrouwen onder belicht probleem. Als je zadel niet voor vrouwen is... Ik heb heel veel problemen gehad. Hier beneden. Ik heb in mijn ijs hier beneden moeten... Ja. Echt? En ja, uw pakje hield niet? Zat er niet genoeg kussen in? Nee, maar dat was gewoon... Mijn zadel was gewoon niet goed. En dan, ja, dus dat was een beetje met dan... Maar dan was dat wel geregeld, maar het was dan voor de laatste draaidag was dan geregeld. En dan had ik zo'n kort zadelje met zo'n gat erin. En dan was ik zo... Ah, dit is nu aangenaam, maar daarvoor was dat een beetje afzien. Een gat in je zadel tegen de poespijn. Je kunt ook een biefstukje in je broek leggen. Dat is zacht. Of als je op budget bent, koteletje. Er zitten zo nog benen in. Merci, hè. Ik ben blij dat ik ben mee geweest. Ja, ik ben heel blij dat je daar had. Ja, dat je er niet alleen tussen al die bommetjes zat, zeker. Dat ook. Ja. Ik heb dat goed geacteerd. Amai, ten eerste. Dat was voor mij echt een vreselijke draaidag. Die dag, ik had 2 weken lang een ontsteking aan mijn oogvlies. Mijn gigantisch dik oog. Met migraine, doorstralingspijnen. Ik was toch naar set gekomen en dan heel de tijd deze kant filmen, omdat dat de kant was van mijn goeie oog. En dan, als ik mij dan omdraai, dan ja, de zon is er dus gezet toch zo'n beetje aan het spieren. Maar dat was echt... En het was aan 35 graden. Er is een moment geweest, dat Sophie Joan mij heeft vastgegrepen en mij op een stoel heeft gezet omdat ik kant weggedraaid was. We hebben zelfs toen hebben wij scènes geschrapt. Ik had misschien ook wel op voorhand misschien moeten doorpraten tegen productie van eigenlijk gaat het niet zo goed met... Ik vind het heel moedig. Je stond daar en je hebt echt op je tanden gebeten. Maar kijk, dat leren we dan ook weer. Maar ze hebben daar heel goed voor mij gezorgd. Mm-hmm. Maar amai, dat oog, dat is echt... Ik zag eruit als een cycloop, jong. Ja, het was wel... Echt. Je ziet er echt dat is echt van. Eng. Ja, goed weggeschminkt ook. En dan effectief, ijs erop leggen, bijschminken, actie. Maar ja, het is zo lang geleden dat ik iedereen gezien heb. Je zou misschien nog denken dat ik het feest te verleven of zo. Ja, she is. Mm-hmm. Ja, ben dan toch maar gekomen. De confrontatie, hè? Ongemakkelijk. Is... Ja. Echt. Ik vond dat zelfs toen met dat spelen zo echt van... Oh, ga weer zo staan blijven drentelen zo. Ja, ik zie je ook zo. En ik weet nog dat jij gezegd had... Oeh, dat was bitchy. Alleen maar op een goede van... Ah, you got me there. Ja. Snappy. Van een pietje, maar wel leuk, hè? Ik vind het vooral heel erg voor Jonas. Het vervolg daarop is dus de 5. Dan hebben wij ook een scène aan de bar waar het ook gewoon mega bijna cringe is. Van, oh, praat gewoon, gewoon niet weg. Meer. Als je elkaar niks te zeggen hebt, ga praat niet naast niet. Elkaar ja, staan. Nee. En dan heb je daar wel gewoon keihard leuk. Tussen 2 takes door zat ik een schildpad na te doen. Dat is een beland. Maar dat is traditie, want het jaar ervoor hadden wij daar met ook scènes opgenomen. En dan hadden Issam en ik ook schildpadden na gedaan. Dus dat is, maar dat is schildpadden die klaarkomen. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat kost, Dankjewel. We love ourselves. Ja. Ik vind het ook altijd goed zo.
als je zo bij van die timelapses gesprekken hebt met mensen, dat is altijd zo de random. Meest random. Allee, gesprekken nooit. Hè. Dat is altijd zoiets uitvinden. Jij altijd vetzakken. Ja. Ik? Ik zou nooit vetzakken. Jij altijd vetzakken. Ik vond die scènes aan het kamp. Oh, okay, en onze regisseur heeft daar ook een woord voor nu, of een specifieke regie aan wij. Dan zegt hij, ja, en dan zitten we allemaal samen, Jolijt, Jolijt. Ja, 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 ja. Jolijt, Jolijt. Dus dat zijn nu gewoon, en dan nu, Jolijt, Jolijt. Ja, Jolijt, Jolijt. Het is ook echt keigoed. Over heel dat seizoen, er zijn maar weinig momenten dat we allemaal samen zijn en dat er Jolijt, Jolijt mag zijn. Ja, ja, ja. Als we samen zijn, ja, ja, is het heel vaak, en dat zie je ook in het begin van die timelapse, spanning en awkwardness en we willen niet bij elkaar in de buurt zijn. En dat is zo een van die weinige momentjes dat we echt ook gewoon kunnen vieren, plezant konden zijn met elkaar. Mm-hmm. Ja. Maar hier in die timelapse zit er dat één lokaaltje, dat wij zo zitten, dat we binnen gaan, dat was echt goor. Dat stonk zo goed. Met die frigo. Dat je ook denkt van, maar die mensen die zitten hier heel de avond, raken die dan niet? Ja. Maar salmonella is ook nooit ver weg. Dat is die musical aflevering. Ja, langs gedacht aan die scène, dat ik cringe vond, dat ik zo mee zo... Nee, ik vind het heel cool. Ik maar vind dat ik niet slecht gezongen heb. Ja. Ik vind dat ik niet slecht gezongen heb. Ja, ja, goed gezongen, maar zo... Maar leuke scènes, hè. Dus wat ik het leukste vind bij ons is van... Wij hebben altijd zo ruzietjes, plagerijen, echte ruzies, maar ook altijd goedmaakscènes. Maar zo precies zo, ja, broer en zus. Ik vind dat Peppy wel en Kokkie. Dat zijn we wel. En dat vind ik wel leuk, onze scènes. Die zijn altijd heel speels. Ja. Ja. Een schoon plekje geven. Dat beeldje of Lorenzo. Oh. Oh. Ik ben daar ook aan het zweten, zeg. Oh man, dat was zo leuk! Topdag. Oh, leuk. Oh my god. Ik denk dat we bij beide scènes gewoon oprecht aan het lachen waren. Mm-hmm. Dat was bij beide gewoon zo tof, die dagen. Je ontdekte alles. Lorenzo hadden wij nog nooit gezien. Nee. Dus je moest niet zo heel veel spelen. Het was echt gewoon Jolijt, Jolijt. Ja, verrassing. En... Ja. En ook gewoon echt zo, als wij zo dingen zeiden of aan het lachen waren, of zo, dat waren eigenlijk ook wij een beetje. Gewoon. Ja, helemaal. Niet echt onze personage, het waren wij. En bij jullie... Ja, maar je mocht ook gewoon leuke dingen doen. Ja, ja, maar jullie ook. Het was 35 graden of zo. Wij zaten er op de pijler. En we hebben zo heel dat stuk dan ook mogen afdoen. Dat was echt een drie kwartier kajakken of zo op het gemak, met die drone erboven, een stukje terug, een stukje verder, op dat water. Dus dat pak was wel warm. Maar, is dan er iemand in het water gevallen? Ah, wel, ik moest op het einde word ik er ook in geduwd, maar dat was allemaal prima. Buiten dat het een beetje een schurftige plekje was, maar dat was echt helemaal prima. Dat was echt, gewoon door wat we konden doen en het weer en de sfeer was dat een tofste draaidag. Oh, leuk. Ik ben in mijn leven ook nog niet vaak zo hard moeten lachen als Issam, die als Sammy dus, zo zegt, en heb je dan, zo... Ik zo, wat is dat? Dat is niks. En dat was zijn idee van niet anale seks te moeten zeggen. Dus volgens Issam maakt anale seks dit geluid. Oké. Grappig, omdat we hadden geen richtlijnen gekregen van wat we exact moesten boetseren. Dus dan Sophie Jo in Nederland had een giga... Een Eiffeltoren. Ja, een Eiffeltoren gemaakt. En mama, mijn mama was er ook bij. Onze mama. En dat was ook gezellig. Ja, het was echt gezellig. Leuk, toch? Kijk, leuk. En dan zie je dus, als je voor de oplettende kijkers zie je, de verlovingsring die ik dan aan mijn... standbeeldje hebben vastgemaakt. Ja, dat is keigoed. Een cockring. Wil je nu zelf ook meer zien van het nieuwe seizoen van Dertigers? Binge het dan volledig op VRT Max.